Deelnemers, start vrij. We gaan het nog een keer proberen, dames en heren. De Nettle Racing Prijs. De paarden rijden aan. Standby. Start gevallen. Paarden zijn gestart en het is na de start aan de binnenzijde. Goed vertrokken Alliance de Liton. Die heeft de leiding genomen. Als de paarden voor de eerste maal langs de tribunes komen, is het Alliance de Liton met drie kwart lengte voorsprong. Maar Van der Galië met Automatic Visia, die laat dat niet gebeuren. Neemt de leiding over bij het indraaien van de koelboxbocht. Naar de tweede plaats gaat aan de buitenzijde. Uitgeschakeld, nummer 10. Nummer 10, galop. Vigne de Lecorse wordt uitgeschakeld wegens een galopade. Als de deelnemers aan de overzijde van de baan zijn en Automatic Frisia leidt met een lengtevoorsprong Chubby Bobber. In het tweede spoor dan Zoe Ter Sijpen. Die wordt gevolgd door Sioletta D. Op een lengte daarachter volgt dan attent de nummer 7 Zazu Enzelens. En Zazu Enzelens die wordt dan gevolgd door de nummer 9. En dat is Jaap de Stal met zijn Usky Litoral. Aan de binnenkant ligt Mart Blankendaal met Cash Heikant. En zo gaan de paarden de manegebocht in. Aan de start van het veld hebben we op dit ogenblik dan nummer 1 Alliance de Liton. En de deelnemers zijn dan halverwege de bocht. En halverwege de bocht is het nog altijd Automatic Frisia die het commando heeft. Onder druk van Zoe Ter Sijpen. Zo komen ze de rechte lijn voor de tribune weer in. Met 2,5 lengte daarachter Chubby Bobber gevolgd door Zio. Violetta D. aan de binnenzijde. Daarachter dan de nummer 4, Cash Heikant. En zo gaan we dan langs de manege. En straks bij het passeren van de finish nog een ronde te gaan. Het veldje schuift in elkaar met Automatic Frisia en Zoe Ter Sijpen gebroedelijk naast elkaar. Daarachter op de derde plaats naar voren gekropen Cash Heikant. Als we nu de laatste ronde ingaan, Chubby Bobber in het tweede spoor. Daarachter Violetta D. met Zazu Enzelens. En dan volgt Usky Litoral. Op achterstand staat Alliance de Liton. Paarden zijn halverwege de koelboxbocht. Die brengt ons naar de laatste overzijde. Met nog altijd Automatic Frisia, een halve lengte voorsprong. Op de tweede plaats nog altijd de nummer 3. En dat staat voor Zoe Ter Sijpen met Patricia Koopmans. Die ligt in het tweede spoor en die gaat zo dadelijk misschien de aanval openen op de leidende combinatie. Daarachter ligt Cash Heikant aan de binnenzijde. Nu vindt handelaar het tijd worden om met Zioletta D. de knuppel in het hoendenhok te gooien. En komt aan de buitenzijde nu naar voren. Passeert daar onder andere Chubby Bobber en Zazu Enzelens. Usky Litoral is laatste van het pelotonnetje. Paarden gaan de laatste de bocht in, met nog altijd marginaal voordeel voor aan de binnenzijde Automatic Frisia. En op het moment dat ik die woorden uitspreek, is het Zioletta D. die de leiding heeft overgenomen, met een halve lengte voorsprong. Handelaar, nu met drie kwart lengte voorsprong naar leidende positie. Daarachter aan de binnenzijde, toch nog altijd goed meevechtend, die Automatic Frisia. Aan de buitenzijde komt Zazu Enzelens opzetten. Kan nog een leuke eindstrijd worden. Zioletta D. leidt. Aan de binnenkant Automatic Frisia. Daarachter volgt aan de buitenzijde Zazu Enzelens. Die zet niet echt door, maar Zioletta D. doet dat wel. Zioletta D. neemt afstand, neemt 2, neemt 3 lengte voorsprong. Fred Handelaar, de kampioen, die neemt hier de overwinning voor zijn rekening. Zazu Enzelens nog in een foto met Automatic Frisia, mogelijk voor de tweede plaats. Maar dat laat de rechter van aankomst afhangen van het bekijken van de foto. En daar zijn ze, dames en heren, de winnaar Zioletta D., de 9-jarige Vosmerrie van Vrijaas uit Keystone Selection. Gefokt door de heer Van Voorst in eigendom van Himia BV, trainer Bas Krebas. En de winnende rijder Fred Handelaar. Ze gingen rond in nog een hele mooie tijd van 1:21.3. Natuurlijk ook weer de Bloemenzee. De rozen voor Fred Handelaar, voor de winnende eigenaar. De orchideeën, aangeboden door respectievelijk rozenbedrijf Barry Brokhof. En Dirk Maas een orchideeënwinkel, beide uit Luttelgeest. De familie Krebas wint de eigen koers, Nettle Racing prijs. Familie Krebas, groot paardensportliefhebbers, willen in Emmeloord nooit ontbreken, dames en heren. Dat wordt nog eens een keer feintjes aangestipt, middels deze overwinning, met Fred Handelaar aan de lijnen, Zioletta D.